Er zijn hier ontzettend veel oudspelers, officials, managers van de club Veendam. In het bijzonder wil ik welkom heten wethouder Smaal en Hamminga en, van Veendam en wethouder Hemmers van Pekela. En ook de nabestaanden van de oud-voetballers die hier aanwezig zijn. Het is zo dat Willem wilde dit boek graag uitgeven op 18 februari. Uitbrengen op 18 februari. Want vandaag is de sterfdag van Henk Nienhuis. De man die ontzettend veel voor de club heeft betekend. En ik wil graag Nienhuis met jullie herdenken door een minuut stilte te vragen. Dus ik wil u vragen om even op te staan en een minuut stilte voor Henk Nienhuis. Laat ik dan zo zeggen dat ik die eer hem nu alsnog bewijs door dit boek als eerste exemplaar via zijn vriend en oud-manager Cor van der Steen te overhandigen. En ik denk dat Cor het boek binnenkort gelezen bij Greta Nienhuis langsbrengt. De familie Nienhuis is hier niet aanwezig. Dat heeft een reden natuurlijk. Daar heb ik niet helemaal bij stilgestaan. Aanvankelijk wilde Greta en Greta wel komen, maar uiteindelijk heeft men besloten het toch niet te doen, want, zei men, voor jou is het een feestelijke dag, voor ons is het een treurige dag. En die botsing willen we voorkomen. Vandaar dat de oplossing is gevonden om het boek aan Cor van der Steen te overhandigen. Cor, mag ik je vragen? Zonder dat het over is. En daar had ik nog het, toen de laatste week dat ik nog thuis was, heb ik daar nog over gehad. Jij zei, ze hebben nog gebeld. Met kennen mag niet. Jij zei, ik ben te moe om nog wat voor die club te kunnen doen. Ja, je hebt altijd spelers, speciale spelers. En wij hebben ook Willem, die heeft ook heel wat unieks gemaakt. En ik heb er onderdeel uit mogen maken. Om dat ook te overhandigen. Nou, dat wil ik eigenlijk graag doen aan de speler die de meeste wedstrijden, Willem, als ik het niet goed zeg, die de meeste wedstrijden heeft gespeeld voor Veendam. In het veld. Dat zijn totaal namelijk 349 competitiewedstrijden, 20 bekerwedstrijden en 4 beslissingswedstrijden. Dat gaat misschien niet raar bij sommige mensen. De speler waar het om gaat, die is op dit moment 72 jaar oud. Hij werd nog in de jeugd getraind door Frans Bloem. Hij debuteerde op 26 april 1964, nagaan mijn geboortedatum, in de thuiswedstrijd tegen Scheveningen-Holland Sport en met een winst van 2-1. Hij kreeg in al die jaren maar één gele kaart en die gele kaart werd ook nog geseponeerd voor het betalen van een boete op een statenkort van 75 gulden. Waarschijnlijk is het ook een keer gebruikt. Dezelfde 75 gulden. En deze ras-echte Groninger is niemand minder dan Hemmo Kerkhoff. Hemmo, een speciaal. Angelo en Pepo werden allebei geboren in Willemstad, Curaçao. Angelo begreep de kans
om zich in Veendam te ontwikkelen tot een clubicoon. Pepo kreeg die kans niet. Pepo heet officieel anders, net als Pelé. Hij kreeg die bijnaam van een van zijn nichtjes toen hij nog bij de jeugd van WVV Winschoten speelde. Pepo leek dezelfde weg te bewandelen als WVV-corriveeën Jan Mulder en Arie Haan. Hij kwam ook bij FC Groningen, terecht. Pepo was een belofte. Net als zijn vriend, Michael Hoorman. Uit het rapport van Edwin van der Looy bleek uiteindelijk dat beiden tekort kwamen voor het niveau van FC Groningen en daarom gingen ze naar Veendam. Pepo genoot bij Veendam met minder strakke regels. En zijn moeder, Jolanda, in een huis in Planoord in Winschoten, was een gelukkig mens. Pepo overwon zelfs een ernstige blessure. Hij speelde in het beloftenteam van Veendam tot april 2010. En toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Pepo bracht Lana, zijn meisje, op een avond naar huis, naar Koevorden. Waar een of andere dwaze Belg voorkwam dat door op de verkeerde weghelft te gaan rijden. Pepo overleefde het niet. Lana herstelde. Het verhaal van zijn moeder heeft mij diep geraakt. Net als er door zijn moeder na zijn dood ingerichte kamer boven. Van alle verhalen die ik voor dit boek heb geschreven, is dit het verhaal dat mij eens te meer heeft doen beseffen dat voetbal een bijzaak is.